de Garissa Universiteit in Kenia zondert de extremistische groep Al-Shabaab christelijke studenten af van hun moslimklasgenoten en brengen hen ter dood. In Israël roept een ultra-orthodoxe website op tot een verbod op christelijke feestdagen en de vernietiging van alle kerken in Israël. In Birma vallen 40 boeddhistische monniken en 450 extremistische aanhangers een theehuis van moslims aan. Ze zijn gewapend met messen en stokken. Wist u dat miljoenen over de hele wereld vandaag nog steeds lijden onder vervolging vanwege hun geloof? De pauselijke organisatie Kerk in Nood vraagt in de laatste editie van hun rapport Vrijheid van Godsdienst aandacht voor die plaatsen waar als gevolg van religieuze vervolging het recht van individuen om hun geloof te beoefenen beperkt wordt. Het rapport laat zien hoe het met dit fundamentele recht wereldwijd is gesteld in 196 landen. Het geeft aan waar sprake is van verbetering dan wel een verslechtering van de religieuze vrijheid. Helaas zijn de omstandigheden in 11 van de 23 landen die er wat godsdienstvrijheid het slechtst aan toe zijn nog verder beperkt. De geloofsvervolging houdt merendeels verband met fundamentalistische organisaties. Doorgaans volgt de afname van godsdienstvrijheid drie belangrijke stappen: intolerantie, discriminatie en uiteindelijk vervolging, waarbij elke stap het gevolg is van eerdere stappen. Dit rapport richt de aandacht op landen waar de zorgen voor godsdienstvrijheid verder gaan dan intolerantie en gaat in op discriminatie en religieuze vervolging. Er wordt onderscheid gemaakt in vervolging door de overheid, zoals in Noord-Korea, Eritrea, Saoedi-Arabië, China, Pakistan en Turkmenistan, en in vervolging door fundamentalistische of militante organisaties zoals ISIS, dat actief is in Syrië en Irak, en Boko Haram in het noorden van Nigeria en Kameroen. Bij overheden die het zwaarst in de fout gaan, zoals Noord-Korea, Saoedi-Arabië en Eritrea, is de straf voor religieuze expressie de volledige ontzegging van rechten en vrijheden, waaronder langdurige opsluiting zonder eerlijk proces, verkrachting en moord. Ook is er een hernieuwd optreden tegen religieuze groeperingen die weigeren om de partijlijn te volgen in landen met autoritaire regimes zoals China en Turkmenistan. In China stelden autoriteiten dwingende richtlijnen op voor de kleur, grootte en de plaats van kruisen op kerkgebouwen en andere kerkelijke bezittingen. In China zijn in Zhejiang en nabijgelegen provincies van meer dan 2000 kerken de kruisen gesloopt. In landen als Pakistan en India wordt de godsdienst met de staat geïdentificeerd. De rechten van het door de staat gesteunde geloof verdringen hier in toenemende mate de rechten van gelovigen van andere religieuze groeperingen, waardoor bekeren moeilijker wordt en er hogere sancties worden opgelegd voor godslastering. Het onderzoek beschouwt niet alleen de afname van de vrijheid van godsdienst, maar laat ook zien welke landen verbeteringen zagen in vergelijking met het vorige verslag van 2014. Wat de positieve bevindingen betreft vielen drie landen op: Bhutan, Egypte en Qatar. Hoewel er in Qatar nog veel te verbeteren valt, mogen 8 geregistreerde christelijke denominaties nu in het openbaar in een door de overheid toegewezen gebied hun geloof belijden. In Egypte wijzigde de regering de grondwet van 2013 en verwijderde een artikel dat verplichtte tot een striktere toepassing van de sharia tegen groepen die tot een gelovige minderheid behoren. De frequentie en heftigheid van gruweldaden gepleegd door extremistische islamisten tegen Yezidis, christenen, Baha'i, Joden en Ahmadiyya-moslims vertonen een stijgende lijn. Er werden aanslagen geregistreerd in 39 landen, 20% van alle 196 beoordeelde landen. De aanvallen van IS op religieuze minderheden worden alom erkend als genocide. Een voorbeeld komt uit Irak, waar het 16-jarige Yezidi-meisje Eklas beschrijft hoe militanten haar vader en broer doden vanwege hun geloof. Ze moest hulpeloos toekijken hoe Yezidi-vrouwen voor haar ogen werden verkracht. Deze gruweldaden beperken zich niet tot het Midden-Oosten, maar verspreiden zich over Azië en Europa. In Frankrijk doden 2 jihadisten 4 mensen. Bij een antisemitische aanval verwonden zij nog eens 4 mensen in een koosjere supermarkt.
In Schotland vermoordde een moslim-extremist de Ahmadiyya-moslimwinkelier Asad Shah om zijn wens voor een goede vrijdag en een heel gelukkig Pasen, vooral aan mijn geliefde christelijke natie. In delen van het Midden-Oosten, met inbegrip van Syrië en Irak, wordt de religieuze diversiteit bedreigd door gewelddadige radicalisering. Het hyperextremisme van groepen als ISIS en Al-Nusra bedreigt ook delen van Afrika en het Aziatische subcontinent. De bedoeling is om pluralisme te vervangen door een fundamentalistische monocultuur, waarmee alle ruimte voor religieuze diversiteit wordt geëlimineerd. Dit islamistische hyperextremisme, waargenomen in landen zoals Afghanistan, Somalië, Irak, Eritrea, Syrië en ook in Noord-Afrika, is een belangrijke oorzaak van de wereldwijde toename van vluchtelingen, waardoor in 2015 per minuut 24 mensen uit hun huizen werden verdreven. Volgens de Verenigde Naties is het aantal vluchtelingen in 2015 met 5,8 miljoen gegroeid naar een nieuw record van ruim 65 miljoen, het hoogste cijfer ooit. Het rapport Vrijheid van Godsdienst wijst ook op de positieve ontwikkelingen. In Pakistan organiseert de katholieke priester Pater Emmanuel Parvez interreligieuze voetbaltoernooien. In Marokko werd een conferentie georganiseerd van islamitische leiders uit meer dan 120 landen die publiekelijk islamistisch extremisme veroordeelden en aanspoorden om niet-islamitische minderheden tegen vervolging te beschermen. Paus Franciscus en grootimam Ahmad al-Tayeb van Cairo's Al-Azhar-moskee hadden een historische ontmoeting in het Vaticaan om de relaties tussen de katholieke kerk en de islam te vernieuwen. De Heilige Vader omhelsde zijn gast en zei: "De ontmoeting is de boodschap." Leer meer over hoe vervolging van invloed is op de levens van miljoenen mensen over de hele wereld. Ga naar de website kerkinnood.nl. Godsdienstvrijheid is een recht en een verantwoordelijkheid voor iedereen.